Ik ben Vincent Evers, ik ben trendwatcher. En zelfsturing is voor mij de mogelijkheid dat mensen zelf besluiten kunnen nemen en eigenlijk op een betere manier kunnen bijdragen. Nieuwe technologie zorgt ervoor dat we de juiste informatie krijgen op de juiste plaats, op het juiste moment. En dat we daardoor veel betere beslissingen kunnen nemen die niet hiërarchisch hoeven te zijn. Zelfsturing is leuk. Zelfsturing werkt beter. Zelfsturing zorgt voor een betere maatschappij. Techniek maakt dat mogelijk. Daar moeten we gewoon aan beginnen en daar moeten we aan wennen. Mijn naam is Brenno de Winter en niets met technologie komt van de grond als we op anderen gaan zitten wachten en niet zelf het heft in handen nemen, zelf de regie zoeken en ook zelf de keuze maken om dingen goed en veilig te doen. En dat kun je alleen maar bereiken door ook te vertrouwen op je eigen kracht en je eigen innovatiekunst en innovatiedrang. Ik ben Peter Vervest. Geloof ik in zelfsturing? Weet ik niet. Ik weet wel dat de techniek heel veel mogelijk maakt, ook nodig maakt. Met de techniek zijn we met elkaar verbonden, dus kunnen we veel efficiënter, effectiever, maar ook veel meer menselijker omgaan. Gaat het goed? Weet ik niet. Ik ben bezorgd dat het ook wel eens heel fout kan gaan. Vandaar dat het heel fijn is dat we een platform oprichten over zelfsturen. Autonome systeem, autonome mensen die samen een heel goed resultaat kunnen maken. Ik ben Jan Prins, ik ben innovatiecoach. En ik geloof in deze auto als mooie gadget, omdat die voor mij de wereld van zelfsturing en loslaten, die heel erg in onze organisaties nodig is, nieuw management, dat hij die eigenlijk heel goed verbeeldt. In de zin van dat je achter het stuur gaat zitten en eigenlijk moet leren om dat stuur los te laten. Dat is ook lastig, maar daar gaat het wel om. Ik ben Corny Dorrestein en voor mij is zelfsturing heel belangrijk, omdat ik eigenlijk al 25, 30 jaar heel erg digitale internetontwikkelingen volg. En mijn hoop is dat wat inherent ligt in de internettechnologie, dat je daardoor diensten, services, experiences heel toegankelijk maakt voor alle mensen. En ik denk dat zelfsturing daarbij de key tot dat succes is. Want afhankelijkheid maakt van iedereen een slachtoffer en zelfsturing maakt je sterk. Mijn naam is Joris van Waard, ik werk bij CM, mag daar de marketing doen. En zelfsturing, ja, dat zit helemaal in ons DNA. Bij ons geldt heel simpel, doe wat je leuk vindt, doe waar je goed in bent. En draag bij aan het bedrijf en aan klanten en aan de maatschappij. Dus in die zin zijn we heel erg vertrouwd met zelfsturing. Mijn naam is Gijs Boutewijn, ik ben adjunct directeur van Betaalvereniging Nederland. Waarom doen wij mee met het project zelfsturing.it? We hebben een nieuw identificatiemiddel in de markt gezet, dat heet IDIN. Dat is van de banken en dat stelt klanten, consumenten in staat om zelf hun identiteit aan te sturen. Mijn naam is Michelle van Leen. Ik ben organisatieadviseur en corporate antropoloog. En in die hoedanigheid geïnteresseerd in het ontwikkelen van zelfsturende teams. Ik help organisaties middels talent management om zelfsturende teams een feit te maken. Mijn naam is Dree Kampfraat en zelfsturing. Ik doe eigenlijk het traject nadat Vincent duidelijk heeft gemaakt wat zelfsturing is. Help ik om het vervolgens in de praktijk te brengen, in de organisatie, in de situatie waar mensen die slag moeten maken naar zelfsturing. Mijn naam is Marco Bogers. Ieder mens is in principe zelfsturend. We worden geboren met een capaciteit voor zelfsturing. Iedere organisatie kan ook zelfsturend zijn. Alleen op dit moment is dat niet zo. En mijn taak is om in ieder geval de organisaties waar ik mee werk wel zelfsturend te maken. Hoi, mijn naam is Nico van der Kuijlen, ik werk bij KPN. Zelfsturing vinden wij natuurlijk bijzonder interessant. Met name dat onze technische netwerk, wat wij volledig aangelegd hebben, LoRa-netwerk, wat een heel robuust netwerk is, natuurlijk prachtig aansluit op dit soort techniek. En wij vinden dat gewoon heel belangrijk om daarmee aangesloten te zijn. Ik ben Rob Jerikop, specialist op het gebied van Internet of Things. Wat ik interessant vind aan zelfsturing is de vraag van waar wil je graag zelf op sturen en welke dingen wil je overlaten aan algoritmen die het leven voor je makkelijker maken. Ik ben Esther de Graaf, ben werkzaam bij het programma Connecting Mobility voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat. En dat ik mijn zelfsturing heb, wij willen ervoor zorgen dat mensen in aanraking komen met zelfsturing en dan vooral een wereld van mobiliteit. En wat dat voor mogelijkheden biedt. Mijn naam is Elze Amsing en ik werk met zelfsturende teams, of beter gezegd teams die zelfsturend willen worden. En dan begeleid ik het proces. En dan heb je het onder andere over het democratisch gehalte binnen het geheel, van hoe neem je besluiten en dat soort zaken. En dat hele proces begeleid ik.
Zelfsturing!